Heb jij kippetjes? Dan heb je misschien te maken gehad met bloedluis. Wat is bloedluis? Dat is eigenlijk een meid die kruipen 's nachts op je kippetjes om het bloed te zuigen. Je kan zien dat de kippetjes hun conditie achteruit gaat. Ze hebben een bleek kam gekregen. Ze leggen minder eitjes of geen eitjes. Je kan ook zien dat ze misschien 's nachts plots niet meer binnen willen slapen in het hok. Dus als ze allemaal buiten willen blijven, is dat ook een teken van bloedluis hebben. Je kan makkelijk zien of je dat hebt door 's nachts met een zaklamp te gaan kijken in het hok. Je ziet de bloedluizen kruipen in de hoekjes van je hok. Die zijn 's nachts actief en overdag schuilen ze wel. Hoe kan je bloedluis bestrijden? Je kan bloedluis makkelijk bestrijden met roofmijten. Je moet gewoon zien dat je voldoende roofmijt uitzet dat de plaag opgelost kan worden in één keer. Dus je hebt een grotere leger nodig van roofmijten dan van de plaagmijten. Je strooit de roofmijten eenvoudig uit in de hoekjes van je kippenhok en na 3 weken ben je van de plaag verlost.